Goedenavond. Studio Sport komt nog een klein half uurtje bij u terug met het kampioensfeest van PSV. PSV won vanavond met 1-0 van AZ, is officieus kampioen en dat viert men in Eindhoven op dit moment. Daar gaan we zo naartoe. Laten we eerst nog even kijken hoe het PSV ging op weg naar de titel dit seizoen. Met de steun van gemiddeld 22.000 toeschouwers bij de thuiswedstrijden viert PSV de 10e landstitel. Dat dit het 3e kampioenschap in successie is, tekent de kracht van het huidige PSV. Op de eerste plaats moet ik ze feliciteren natuurlijk, met plezier. Iedereen in Eindhoven. Ja, dit elftal is dus nog duidelijk beter als in de voorgaande jaren. Op het ogenblik is het de ideale mix. En ik moet eigenlijk ook nog een compliment maken aan mijn collega's dus, en een Hiddink en een Dorier. Die hebben dit seizoen met PSV heel goed werk afgeleverd. Om het vertrek van René van der Gijp en Ruud Gullit te compenseren, kwam Søren Lerby voor de routine op het middenveld. Aanvallend versterkte PSV zich met Willem Kieft en met Hans Gilhuis. PSV ging van start tegen Den Bosch. Het werd een krachtig gespeelde tweede helft, 6-1. Met mooi voetbal en briljante goals zoals er nog meer zouden volgen. Is niet zelfzuchtig, Gunt Arnesen. Oh, die is ook mooi, Gunt Arnesen. Varenburg. De vierde wedstrijd bracht al de confrontatie met de grootste Ajax. Kieft is er. Achterin is Arnesen 1-0. De Amsterdammers verloren al eerder bij Sparta, mede door de onvrijwillige medewerking van Frank Rijkaard, om wie tussen PSV en Ajax al zoveel te doen was geweest, neemt PSV dan al 4 punten voorsprong op Ajax. Eind september heeft PSV het moeilijk tegen Feyenoord en komt zelfs op achterstand. Bewaker Heinze, voorzet Hofman, het is 1-0 door Mitchell. Het was een... Van onze kant een van de beste wedstrijden die we dit seizoen hebben gespeeld. En we zijn ook erg slamielig daar weggekomen. Bij de stand van 1-0, in het voordeel van ons, hebben we in de tweede helft de mogelijkheid gehad om 2-0 te maken. En nou, een grensrechter die zag buitenspel waar in de verste verte geen zicht op was. Een nederlaag blijft PSV bespaard. Koeman zorgt voor de aansluiting. De PSV stelt in de slotfase de winst veilig. Weer hij. Er zit van alles in. Er zit routine in, er zit individuele kwaliteit in. Er zitten mensen bij die de ploeg op kunnen jagen. Dus als er eentje verzaakt, dan lopen er 1 of 2 spelers bij die de boel een beetje wakker houden. Nou, dat bedoel ik dan Lerby en Gerrits. Ja, dat zijn types die in elftal erg belangrijk zijn. Die stimuleren die spelers om hen heen. En die zorgen toch elke wedstrijd weer dat iedereen voor de volle 100% bij de wedstrijd is. Nou, daarbuiten hebben ze individuele kwaliteiten met een Varenburg, met een Koeman. Ze hebben een spits die een bal goed bij zich kan houden. Ja, het zit heel goed in elkaar het elftal. Tot de winterstop is PSV omgeslagen. 34 uit 17. Ajax op 10, Feyenoord op 12 punten achterstand. Over de speelwijze verschillen de meningen. Over het algemeen toch redelijk aan de voorzichtige kant. Het is echt gebaseerd en de uitspraken zijn ook steeds naar resultaat zoeken, resultaat zien te behouden. En niet erg spectaculair behalve de eerste helft van de competitie in de Nederlandse competitie. Maar desalniettemin zeer rendabel. Dus als je het vergelijkt dus met Ajax... Dat je dus vindt dat Ajax dus veel spectaculairder speelt als PSV. Ja, dat is dus ook zo. Maar Ajax heeft dus in wezen een andere weg bewandeld. Die is dus begonnen met het offensieve gedeelte te accentueren. Ook in de samenstelling van de ploeg. En daar hebben ze dus de tol voor betaald. Dat betekent dus dat ze dus vooral dus, in het competitieverband niet aan hun trekken kwamen. In de belangrijkste wedstrijden altijd ten onder gingen. Omdat... de topploegen waar ze tegenkwamen hun spel te goed kenden en daar dus
gebruik van maakte. De eerste wedstrijd na de winterstop brengt PSV direct het eerste puntverlies. Diepone is klein, Willems is vrij en het is 1-1. De ploeg van Kees Rijvers weerstaat PSV. Jansen. Om blessures en vermoeidheid vanwege de Europacup-wedstrijden op te vangen, wordt Anton Jansen aangetrokken. Hij debuteert sterk. De uitwedstrijd tegen Ajax is meer een prestigestrijd dan nog van belang voor de ranglijst. Lerby, oh wat een knal, juist Søren Lerby. Ook hier blijft PSV op de been. Na 3 gelijke spelen in de periode waarin PSV meer met de gedachte bij de Europacup leek, kwam in de 26e wedstrijd de eerste nederlaag. Mario Been scoort uit het strafschop. En André Hoekstra laat zien dat nog niet iedereen zich bij de heerschappij van PSV wil neerleggen. Ik denk dat het weer anders wordt. Dat het gewoon dat er van Lieverlee toch weer een evenwicht komt. Dat er zoveel jonge voetballers naar voren komen en de clubs dermate sterker worden op een termijn van een paar jaar. Dat er meer concurrentie is, ook voor PSV. Koeman. Het maken van doelpunten ging PSV dit seizoen vlot af. Kieft schiet in Zwolle PSV's 100ste erin en verstevigt het doelsaldo. En daar is Kieft weer. Ja, ja. Het is dus een zeer evenwichtig team. En daar bedoelen we dus mee dat het niet alleen qua voetbal uitgebalanceerd is. Dat het dus defensief, opbouwend, offensief de juiste schakeringen heeft met de juiste bezetting. Dat ze dus ook in de diepte zo langzamerhand een stootje kunnen hebben. Wat ook belangrijk is als je aan de top mee wil doen. Maar dat dat evenwicht dus ook slaat op vooral dus het mentale gedeelte van een club, van een ploeg. Dat nou eenmaal in topvoetbal een verschrikkelijke belangrijke rol speelt. Gerets heeft voor PSV een ingooi te goed. Nielsen. Kieft. Daar is de ontspannende treffer, Wim Kieft. En na 25 overwinningen, 4 gelijke spelen en 1 nederlaag in Rotterdam, kan het feest losbarsten in Eindhoven na weer een nationaal kampioenschap. Ja, zo is er dus door PSV toegewerkt naar dat feest dat nu inmiddels ongetwijfeld in volle gang is. Maar er zal zeker ook worden nagepraat met misschien zelfs wel een inderhaast aangevoerde KNVB-official erbij. Of niet, Evert? Nou, dat weet ik nog niet, Marga. Of die inderhaast aangevoerde KNVB-official op tijd hier zal zijn. Want het is toch weer, ondanks het 3e kampioenschap op rij, is het toch weer in Eindhoven voor het stadhuis een beetje een chaos. Veel mensen die zijn van het stadion te voet naar dit stadhuis gegaan. Dat was vooraf ook aangeraden door de politie. Mensen, gaat u te voet. Het is een kwartiertje, 20 minuten lopen. En dan komt u er allemaal op tijd. Uitgelaten sfeer. Ik zei het al, ondanks de 3e titel op rij. Het is een beetje gewoonte geworden. En in dat overzicht van zojuist hebben we ook van de deskundigen kunnen horen. Die 3e titel is PSV toch eigenlijk heel gemakkelijk afgegaan. Te weinig tegenstand in de Nederlandse competitie. Maar Eindhoven rouwt er niet om. Sterker nog, Eindhoven viert andermaal feest. Een mooie dag in mei. Bijna 60 jaar geleden, om precies te zijn in 1929, werd PSV voor de eerste maal landskampioen. En nu dus in 1988 voor de 3e achtereenvolgende maal. En als de verhoudingen in de Nederlandse Eredivisie zich niet razendsnel wijzigen, dan zou PSV nog best eens een paar keer landskampioen kunnen worden. Maar wie weet, slaat Ajax terug, slaat Feyenoord terug, waar de boel volop in beweging is. En mogelijk komt zelfs FC Utrecht onder leiding van Johan Cruijff erbij.
Het wachten is op de bus met de spelers. En de technische staf, bestaande in eerste instantie uit Guus Hiddink en Hans Dorier. Waarvan met name Hiddink, de technische baas, zich de laatste weken opvallend sterk heeft gemanifesteerd. Hij gold eigenlijk bij PSV als een soort tussenpaus voor 1 jaar. Immers, men wachtte hier in Eindhoven op de komst van Rinus Michels. Hij zou de nieuwe technische directeur worden. De eigenlijke opvolger van Hans Kraaij, die halverwege het vorig seizoen in Eindhoven van het toneel verdween. Michels kwam niet. Of sterker gezegd, komt niet. En Hiddink kreeg het vertrouwen. En hij openbaarde zich als een hele sterke trainer. Daar komt de bus in de verte. Voorafgegaan, zoals dat hoort, in een grote stad beneden de rivieren door een orkest. Echt feestvieren kunnen ze hier nog. En daarachter de spelers dus en de technische staf. PSV, landskampioen 1988. Daar zijn de spelers. In het midden aanvoerder Erik Gierets, voorzitter Sjaak Ruts. Gierets, die een tijdje geleden alweer bijtekende voor nog eens een periode van 2 jaar. De Belgische captain, met name door zijn tomeloze inzet van onschatbare waarde voor PSV. En een perfect voetbalsfeertje op deze zaterdagavond in het hartje van Eindhoven. In een jaar waarin Nederland zich trouwens toch opvallend sterk manifesteert. De Eredivisie mag dan niet erg sterk bezet zijn met te weinig spannende wedstrijden. Maar internationaal presteert Nederland zeer goed. Oranje kwalificeerde zich voor het EK straks in de zomer. PSV speelde een prima wedstrijd woensdag in Madrid. En laten we vooral ook Ajax niet vergeten dat in Marseille de internationale voetbalwereld verraste door Olympique daar met 3-0 te kloppen. Maar vanavond concentreert het feest zich in Eindhoven op PSV. Gerets neemt er wat van. Ivan Nielsen. Het kampioenschap kwam vanavond toch als een soort bevrijding
na bijna anderhalf uur beuken op het doel van Hans de Koning. Waarbij ook AZ kansen kreeg. Hans van Breukelen en Guus Hiddink daar. Vorig jaar was de stemming toch een beetje anders. Toen waren er bij PSV de perikelen rond het vertrek van Hans Kraaij en later de problemen rond de verkoop van Ruud Gullit naar AC Milan. Nu is er eigenlijk geen enkele smet op het blazoen van de landskampioen. Spelers gaan het stadhuis in, waar burgemeester Van Kemenade klaar staat op het balkon om de landskampioenen toe te spreken. En bij mij is gekomen Kees Ploegsma, toch een beetje, denk ik, de bouwer van dit nieuwe PSV. Kees, mag ik het zo zeggen? Ja, het is altijd moeilijk om wat van jezelf te zeggen, maar in ieder geval, ik heb er veel tijd en aandacht aan besteed. Bij steun van bestuur. Ja, want plotseling leek vorig jaar eerst na het vertrek van Kraaij, later de problemen rond Gullit en Van der Gijp, leek de ploeg een beetje in te storten. Maar jullie hebben heel adequaat gehandeld. Nou, vorig seizoen was het een beetje moeilijk. We hebben toen gezegd, een aantal spelers die niet meer bij PSV wilden blijven, die kunnen vertrekken. Dat is gebeurd. Toen zijn we langzaam en zeker bezig geweest met de opbouw van een nieuw team. Mensen die goede mentaliteit hebben, die we er graag bij wilden hebben. Nou, en het resultaat is tot nu toe perfect. Heeft het je verbaasd dat de ploeg zo snel weer zo overheerst in de Nederlandse competitie? Nee, want als je de voorbereiding van ons gezien hebt, was het erg moeilijk. Het is eigenlijk begonnen bij de laatste wedstrijd in de voorbereiding tegen Mechelen. En daarna is het gaan lopen en tot nu toe is de eerste afronding. Het verhaal is dat jullie te sterk zijn voor deze Eredivisie en dat er aan de competitie eigenlijk weinig te beleven valt. Ja, misschien tot nu toe, maar ik heb goede hoop en dat lees je ook in de krant en alle berichten, dat er volgend jaar weer een paar bij komen. Ja, jij doet daar ook opmerkelijke uitspraken over. Hè? Je hebt je over Feyenoord uitgelaten, hoop dat die club terugkomt en nu weer de affaire in Utrecht. Ja, als dat doorgaat vind ik dat perfect en ik hoop dat het bij Feyenoord doorgaat. Ajax is er sowieso bij. Dan krijg je weer een groep van een man van een ploeg of 4-5 die echt voor het kampioenschap kan voetballen. En ik denk dat het voor het Nederlandse voetbal alleen maar een goede zaak is. Wat men in Utrecht wil onder leiding van Johan Cruijff, een nieuwe ploeg kopen voor pakweg 5-6 miljoen, kan dat? Nou, je komt een heel eind. Als je goed rondkijkt, dan denk ik dat je met die start, en ik heb wat namen gelezen, dat je een ploeg kan opbouwen. Dat geloof ik beslist, ja. Maar binnen een week, want de tijd is daar kort, hè? Ja, binnen een week, dat is erg moeilijk. Ik weet niet wat voor gesprekken ze gehad hebben met spelers, of die wel of niet kunnen komen. Maar het initiatief, en ik denk dat het toch iets voor de toekomst is, als dat van de grond zou komen bij Utrecht, ja, dat zou een perfecte zaak zijn. Want Utrecht is een stad waar het voetbal enorm leeft. En als het daar maar een beetje omhoog gaat, zitten daar ook weer 15.000, 20.000 mensen. Nou, en ik denk dat dat goed is. Dan deze ploeg, Kees, dit PSV. Jullie hebben nu een uitstekende ploeg. Landskampioen, zit nog in de KNVB-beker. Uitzicht op de Europa Cup finale. Wordt dat nu gestabiliseerd of gaan jullie nog meer doen? Nou, het is altijd moeilijk om erbij te komen. Nou, dat is redelijk gelukt. En ten tweede is het nog moeilijker om daarbij aan die top te blijven. Maar ik denk, we hebben de groep voor elkaar voor volgend jaar. Voor 80%, zeg maar. We hebben een aantal contracten hebben we opengebroken. Met Vanenburg, met Koeman. We hadden een aantal langlopende contracten met spelers. Er komen er nog 2 of 3 bij, maar zeg maar 2. En dan denken we dat we de eerste 4 jaar vooruit kunnen. Cruzen zou al gekocht zijn? Nou, als dat zou kunnen, maar we hebben daar interesse in. Maar er zijn meer kapers op de kust, dus dat weet ik nog niet. Maar dat is eentje die bovenaan het lijstje staat? Nou, Cruzen, daar zijn wij sterk in geïnteresseerd, maar dat is Ajax, Feyenoord, Anderlecht ook. En ik denk dat we over een week of 2, 3 wel weten waar hij naartoe gaat. Nou, jullie hebben het geld, hè?
Nou, we hebben niet alleen het geld. Dat moet je zelf verdienen. Daar moet je zelf een enorm hoop voor doen. Dat hebben andere clubs ook. Het gaat er ook om waar een jongen graag wil spelen. Dus we zullen wel zien. Oké, bedankt voor deze uitleg. Tekst en uitleg. Jij wilt ook wel even naar het balkon. Want het is ook jouw kampioenschap, jouw PSV. Ga maar even lekker mee vieren. Bedankt. Is dit kampioenschap leuker dan het van vorig jaar? Ja, gezien alle gebeurtenissen van vorig jaar is dit natuurlijk een perfect seizoen. En het grote voordeel is nog ten opzichte van vorig jaar dat je... Ik heb het koude handen dus, vorig jaar hadden we het lekker warm. Dus je wordt steeds eerder kampioen dus. Ja, vorig jaar was er de ellende rond het vertrek van Kraai, de ellende rond Gullit en Van der Gijp. Ja, dit seizoen is er eigenlijk bijna niks gebeurd, hè? Nee, het is... Je moet oppassen natuurlijk. In een voetbalseizoen zijn er altijd gebeurtenissen die in het daglicht komen. En wat dat betreft is er dit jaar heel weinig gebeurd ten opzichte van vorig jaar. Dus ik denk dat het alleen maar leuker daardoor wordt. Maar jij hebt nog even voor opschudding gezorgd. Was dat gepland? Nee, dat was zeker niet gepland. Als ik van tevoren had geweten wie er allemaal over me heen waren gevallen, dan had ik helemaal niks gezegd. Weer wat geleerd. Ja, je wordt steeds wijzer, hè, hoe ouder je wordt. Dit is een eerste stap. Woensdag dan wacht alweer de halve finale van de KNVB-beker en dan over 10 dagen Real Madrid. Ja, het, ten opzichte van het kampioenschap is natuurlijk nog mooier als je de Europa Cup finale 1 haalt. En dat is ons volgende doel. En daarbij moet je de beker ook kunnen pakken. Maar ja, het is ieder wedstrijd is op dit moment in finale. Het kampioenschap is afgesloten. En we zullen wat dat betreft aan onze stand verplicht zijn om de andere wedstrijden ook te winnen. Alleen het hoofddoel is natuurlijk nu de Europa Cup. Jullie hebben bijna geen tijd met zo'n druk programma om echt serieus feest te vieren. Nou, maar daar maken we wel tijd voor hoor. U ziet het, feest in Eindhoven. PSV voor de 3e opeenvolgende maal dus landskampioen. En zoals Ronald Koeman al zei, woensdag wacht alweer de volgende klus. De halve finale van de KNVB-beker tegen RBC. En dan, maar natuurlijk heel voetbal in het Nederland naar uitkijk. En zeker de spelers en de technische staf van PSV zelf. De Europa Cup kraker tegen Real Madrid over 10 dagen. Want na dit landskampioenschap wil PSV meer. En dat meer, dat is met name
via Real Madrid de Europa Cup finale op 25 mei in Stuttgart. Eindhoven viert feest. Het zal een hele, hele lange nacht worden. Goedenavond. Daar laten we het dan bij. Er wordt morgen overigens gewoon doorgevoetbald in de competitie. Want naast dat kampioenschap zijn er natuurlijk in de competitie ook nog plekken in het Europees voetbal volgend seizoen te verdienen. Morgenavond betaalt voetbal om 7 uur bij Studio Sport. We zijn er al eerder. We beginnen om 3 uur morgenmiddag op dit net, Nederland 3, met Parijs-Roubaix, de befaamde wielerklassieker in het noorden van Frankrijk. En met voor de paardensportliefhebbers de finale van de wereldbeker van de springruiters in Gothenburg. Tot 3 uur morgenmiddag. Thank you.